Hanne, mag ik jou een paar vragen stellen? Ja, proficiat, ja, hoe gaat het nu? Wat voel je? Ja, ik had dat niet verwacht. Nee, ik had dat echt niet verwacht. Ja, dat valt op u en ja. Maar ik ben wel blij, zeker. Waar was je sterk in? Oh, ik heb er eigenlijk geen idee van. Ik denk, ja, mijn dans misschien wel, de choreografie. Die wel, allee, ja, ik weet het echt niet. Ik zal nog eens moeten overleggen met de jury. Grote favoriete was Anneleen, die is er zelfs niet bij. Daar heb ik van verschoten, dat zij er niet bij is. Maar ja, niet iedereen kan erbij zijn, dus ja. Wordt het nog laat vandaag voor jou? Ik denk het wel. Maar morgen staat er een schooldag op de planning, dus. Wat doe je als beroep momenteel? Ik werk in een schoonheidsinstituut in Deinze en ik ga naar school als wellnessconsulente in combinatie met sport. Wat zijn je hobby's zo ondertussen? Sport en eigenlijk gewoon omgaan met vrienden en plezante dingen doen. Zitten er veel fans van jou in de zaal? Ja, mijn familie die daar staat en enkele vriendinnen, dus. Maar eigenlijk zoveel waren er niet mee. 14, dus. Dat is genoeg, blijkbaar, hè? Ja, blijkbaar, ja.